Hey, hallo. Leuk dat je kijkt weer naar een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is maandag vandaag en we gaan nog even een stukje wandelen. Morgen gaan we naar Wildlands in Emmen. En daar ga ik de camera natuurlijk ook mee nemen om op te nemen. En nu gaan we nog eventjes een rondje park doen. Het is minder weer. Ik moet nou echt een vestie aan. Want het is echt koud. Het weer is ook een beetje... wolken zijn niet meer echt helder. Het is echt een beetje... nou, niet echt slecht weer, maar... het is wel wat frisser geworden. Nou, we gaan eerst even naar de auto toe. Om even te kijken. En dan... gaan we daarna nog een rondje park doen. Voor de gezelligheid weer eens een keertje. Ik spreek jullie allemaal dadelijk weer. En dit is het bord naar de parkeerplaats. Zo. Hoppa. Hoe is het met de auto? Nou, het is dan wel wat minder druk op de parkeerplaats. Valt wel mee. Het is niet erg druk. Valt reuze mee. Er staat er een postmaaien. Bekend geluid. En hier staat de auto. Zo, en we lopen nog even lekker door het park heen, op ons gemakkie. Zo. Ja, het is echt frissies. Het is niet meer het weer van de afgelopen dagen. Echt een beetje, ja, gewoon frissies. Zeker met dat kort haar is het wel koud. Nou ja, koud niet, maar voel je het wel eventjes. Dat is ons huisje toch? Ja. Dat is ons huisje van de andere kant, de achterkant. En dat is onze, de middelste. Die is van ons. Zo. Waar gaan we heen? Ja, dat gedeelte zijn we nog niet geweest. Dat gedeelte zijn we nog niet geweest. Dan gaan we die kant op. Laten we gewoon op die invalide parkeerplaats staan, hè? Ja. Ja, gisteravond nog, hè? Oh, toen was het toch weg. Vanmorgen hadden we gewerkt. Oké. Okay. Oh. Even lekker een wandeling.
Dat is jammer dat hier in bossen zijn, hè? Dat je niet lekker in de bossen kan wandelen. Dat hebben we hier helemaal niet. Het is gewoon één kale oppervlakte waar ze eigenlijk die bomen allemaal laten geplaatst hebben. Is het ook een... Ja. Ja, hier wel. Want het is in 2007 ook failliet geweest. En toen weer opgekocht door een andere. Waaronder Landel die de huisjes ging verhuren. Ja, dit zijn hele andere huisjes als bij ons. Ik zal eens even de camera draaien. Dat is 162. Hier hebben we allemaal weer. Andere vakantiewoninkjes. Ik denk voor 4 personen of zo, denk ik, hè? Ja, want we hebben hier een eigen parkeerplaats voor de deur. Ja. Ja, er waren ook huisjes die waren gekocht, hè, door iemand. Die kon je particulier kopen en dan kon je ze weer doorverhuren. Dus dat is denk ik hier, hoor. Dat zijn denk ik deze huisjes allemaal. 160. Oh, hier kan je alleen maar rondlopen. Ja, je kan hier nog lopen binnendoor. Maar dan kom je weer daaruit. Zie je? Ik kan beter volgens mij. Ja, ik kan volgens mij beter kunnen we die kant op. Want dit loopt verder in een rondje. En er is verder eigenlijk niet veel te doen. Kijk, en hier kom je op dat stukje uit waar zeg maar al die beelden staan. Verderop heb je daar de supermarkt weer. Hier heb je dus al die, dat laantje waar al die. Waar al die beeldjes allemaal staan. Dus die kun je hier allemaal zien. En hier kom je weer bij het hoofdgebouw uit. Bewezen, denk ik. Oh. Nou, hier is de receptie. En een Grand Café. Het is echt druk. Kan het zijn dat het ziekenhuis. Hier de Rapido. En wat hebben we hier ook? Oh, hier hebben we nog een ding is. Ja, hier nog wat. Business Center Theater.
Nee, dat weet ik. Business Center Theater. Een hele grote zaal. Allemaal kunst. En een boom met allemaal van die... Droomkaartjes. Droomkaartjes. Wensboom. Wensboom. Ik weet niet wat daar nog verder is, maar voor mij is dat gesloten, daar kan je niet heen. Ja, kan hier de poolshop, Rapido terras, El Fresco, Spa Wellness, Gusto, toiletten. Dan gaan we hier naar beneden. Oh, dit zijn alle prijzen die ze gewonnen hebben. Heb je hier nou weer een nog? Oh ja, hier heb je dat winkeltje weer. Hier heb je het winkeltje. Oh ja, hier het zwembad. Hier het zwembad. En een winkeltje. Wat is dat? Oh, die kan je hier kopen. Een of andere tas. Ja, nee, die heb ik al gezien. Rapido. Hier heb je die snackbar. Rapido. Hé, dat gaat niet, die is dicht. Nee joh, die is helemaal niet dicht. Die andere is dicht, deze is open. En dan heb je hier weer terras. Waar we gisteren, of eergisteren, gegeten hebben. En hier kom je weer bij het water uit. Ja, hier heb je nog dat... Een zwembad zelf mag je niet filmen, dus dat gaan we ook niet doen. Maar hier heb je dus het water weer waar we waren met dat bord. En hier heb je nog een stuk zwembad. Kan je een klein stukje naar binnen kijken. Ik mag niet binnen filmen, dus dat ga ik ook niet doen dan. Maar dit is het zwembad. Wel leuk met die piano's, zie je? Ja, dat is allemaal voor de kinderen. Dus dat was een beetje de rondleiding. Hier een strandje. Hier hadden we gisteren gewandeld. Hier is het zwembad. Dat is dichtgemaakt. Daar kan je niks zien. Oh, dan moet ik wel die aansteker even uit doen. Ik heb die aansteker in mijn handen. Thank you.
Nou, dit was weer een beetje het omgeving van het park. Met hier de nieuwe superglijbaan. Het is een aardig bolletje hoor. Hey. Ja, jeetje man, nee. Hey. Nou, niks voor jou. God, dat is een aardige flinke bol. Ik ga ook stel naar beneden. Ja. Looie recht naar beneden. De grootste van Europa. De grootste van Europa is die. Dus het is wel bizar. Hier nog allemaal. Wat een aardig bolletje. Waarom gaat daar dat doen tegen? Zo jongens, ik ga de camera even opbergen, want het regent een beetje hard. Dus ik ga de camera even opbergen en dan spreek ik jullie dadelijk weer. Zo, en het is inmiddels 11:30. En ik heb Grand Theft Auto 5 voor het eerst gestreamd. Was gezellig, Joost was erbij en Rob. En het was reuze gezellig. Ik ben een beetje buiten adem. Oeh. Ik ben het niet meer gewend, zoveel lopen. Ja, ik ben echt buiten adem. Het is net dat ik kapot ben. Nou, het was alweer een eindewillig dagje. Niet veel gefilmd. Maar ik heb wel nog eventjes een stuk van het park laten zien. En de hoofdingang, dat vond ik ook wel leuk om op de video te zetten. Morgen gaan we naar Wildlands in Emmen. En dan wil ik wat meer videomateriaal verzamelen. Dat gaat zeker weten wat ik doe. Dit is mijn kamer. Beetje kaal. En dit is mijn bed. En ik weet nog mijn onderhoed en allemaal spullen en mijn sleutels. Voor mijn telefoon op te laden of mijn camera, dat is hetzelfde dingetje toevallig, zo makkelijk. Dus ja, morgen naar Emmen, Wildlands en dan de, als ik het goed heb, de 11e. Nou, in ieder geval is vandaag de datum bekend geworden van de meeting in Arnhem. Dat wordt dus op het moment van opname wordt dat dus zaterdag over 2 weken. En dan gaan we dus lekker gezellig met z'n allen naar Arnhem. Ik hoop dat Michael er ook is. In ieder geval Rob is er, Joost, ikke.
Misschien gaat Ramon ook wel mee. Ik moet nog even vragen aan hem. Maar dan gaan we er eens een gezellige dag van maken in Arnhem. Nou, momenteel zit ik dus nog even op vakantie. En morgen gaan we eerst de eerste indruk doen van Wildlands. Ik was er dan natuurlijk nog nooit geweest, dus het is de eerste indruk. En we gaan natuurlijk heel veel filmen en vloggen daar zo. Ik wil nog even kijken voor een leuke locatieopname. Misschien kan ik daar nog wel een leuke locatieopname maken voor de datum te bekend te maken van de Open Luchtmuseum meeting. Morgen heb ik in ieder geval deze trek ik in ieder geval morgen aan. Een beetje reclame maken daar zo in dat emmen. It's All Tracks. En die gaan we dus morgen aantrekken als we naar Emmen gaan. Hier is net mijn t-shirt nog steeds. Kijk. Ja, jongens. Even schaamteloze zelfpromotie. Schaamteloze zelfpromotie. Schaamteloze zelfpromotie. Schaamteloze zelfpromotie. Nou, ik wil in ieder geval iedereen bedanken voor het kijken naar deze vlog. Morgen in de gaten houden. Dan is de vlog van de dag na Wildlands in Emmen. Doe dat blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe vlog hier op It's All Tracks. En skabadi, skabadoo, skabadaba.